De Road Safety Week van het Korps Verkeer Vrijwilligers, SV, is vandaag afgesloten met de aanbieding van posters aan verschillende culturele organisaties. De overhandiging van de posters heeft plaatsgehad in het NAX Centrum aan de Thomsenstraat. Er is voor NAX gekozen omdat deze organisatie vandaag een bijeenkomst had in verband met de Crioro Wiki. Eugenie Esayas, ondervoorzitter van KSV, gaf aan dat het korps sinds 2011 aan de weg timmert. Vanuit hun missie staat educatie centraal. En toen wij dus zagen dat er Afro-Surinaamse organisaties bij elkaar zouden zijn om te praten over die Crioro Wiki. En we hebben gezien, wiki is wake up. Je bent wakker. En if je wiki, dat betekent, je bent je ervan bewust dat je daar liebt. En in die staat van wakker zijn, zeggen we dat je ook niet blind bent en oog hebt voor alles wat er gebeurt in die samenleving. En een van de vraagstukken waar wij mee zitten, sociaal-maatschappelijk, is ons verkeer. Ons verkeer op de openbare weg. En wij als KSW hebben ook aangegeven dat we vinden dat ons verkeer, wat we zien op de weg, is een reflectie van wat we doen sociaal, met elkaar. En we staan er misschien niet bij stil. Ik heb net aangegeven in een gesprek met een journalist. Als je de neiging hebt om altijd te willen voordringen, dan zal je dat doen op straat. Dus je kotasma, pasina, trobisaipsa, wat er ook gebeurt. Maar je gaat dat ook doen wanneer je in de rij moet staan en gewoon rustig op je beurt moet wachten. Zo simpel werkt het. Aan de hand van het eigen gedrag en de beschikbare statistieken is de organisatie op het idee gekomen om de posters te ontwikkelen. De KSV-ondervoorzitter onderkent dat het veranderen van gedrag heel moeilijk is. Om te komen tot veilig verkeer zijn er 10 verkeersgeboden opgenomen op de posters. Het eerste gebod is verzeker en keur uw voertuig. U hoort ook Deborah Boerleider, een jongere zus van Gilbert Boerleider, die het leven heeft gelaten na een verkeersincident. En mag ik u ook bedanken voor het feit dat u stilstaat bij eigen gedrag in het verkeer. En dat we dus ook in principe het belang dat wij stellen in verantwoord en veilig verkeer, dat we dat meenemen. Wat ik eigenlijk onder de aandacht wil brengen is dat de slachtoffers, zowel de veroorzakers, eigenlijk bijeengebracht moeten worden zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Het is niet iets dat vijandelijk achtergrond heeft, maar dat we moeten begrijpen dat het een momentopname is. Het zijn soms dat je het niet hebt kunnen voorkomen, maar dat het is gebeurd. En dat we het beide een plek moeten geven. Daarom wil ik oproep doen aan zowel slachtoffers, families van slachtoffers, als de veroorzakers. Dat ze zich opgeven bij Korps Suriname, verkeersvrijwilligers. Ik ben blij dat mevrouw Boerleider zeg maar alle moed die zij nog heeft. Want ik neem aan, de familie is nog in het proces van verwerking. Dat ze dat toch die moed heeft kunnen opbrengen om andere slachtoffers ook op te roepen. Om bij elkaar te komen. Waarom is het ook belangrijk? Kijk, wij worden van tijd tot tijd ook benaderd door organisaties die in contact willen komen met verkeersslachtoffers. Nu is het zo dus dat haar broer is komen te overlijden, haar jongere broer. Oudere broer. Maar andere mensen die niet zijn komen te overlijden, maar die toch wel een traumatische ervaring hebben overgehouden of letsels. Het is voor ons toch wel even zoeken. Wie zijn die mensen? De oproep die wij doen is om ervoor te zorgen dat de verkeersslachtoffers ook diezelfde moed kunnen opbrengen om zichtbaarder te worden. Want hoe zichtbaarder je wordt, hoe makkelijker het is voor andere organisaties die jou zouden willen ondersteunen. Maar ook verkeersslachtoffers kunnen op hun beurt weer, als ze zijn verenigd, ook een rol spelen bij het helpen zorg dragen voor een stukje verkeersveiligheid. Helmoet Geesius, voorzitter van het KSV vandaag, na de aanbieding van de posters aan verschillende culturele organisaties. De overhandiging heeft plaatsgehad in het NAX-centrum.